Het is weer tijd voor onze wekelijkse serie over Rashid. De jongen van Marokkaanse afkomst die als zanger van het Nederlandse levenslied probeert door te breken. Rashid gaat deze week flink aan de slag. Binnenkort moet hij de studio in om een single op te nemen. Gelukkig krijgt hij van alle kanten hulp. Ik ben Rashid. Dit leven waar ik van geniet. Soms met een lach en soms ook met een traan. Ik ben wat je ziet, want ik ben Rashid. Het is een zenuwslopende dag voor Rashid. Hij wacht in de oer-Hollandse keuken van steun en toeverlaat Anneke op het allereerste nummer dat speciaal voor hem is geschreven. Hoe was vandaag op het werk, Rashid? Ja, het was wel heel druk eigenlijk. Hoi, Jack. Hey, Jack. Kijk, ik heb een nieuwe single. Ik heb hem gehoord. Ik heb een tekst voor je mee. Hebben jullie hier iets waar we iets kunnen luisteren? Van ons kleine jongen naar Nederland, als ventje van zeven jaar oud, en Nederlands leren vond ik voor elkaar. De radio aan en ik luisterde naar André en Frans en het levenslied. Waar ik nu nog steeds van geniet. De eerste indruk is in principe echt heel goed. Ik zeg al. De opbouw van het lied, wat erin verwerkt is, het verhaal wat je vertelt. Dus eigenlijk even jezelf voorstellen aan het publiek, aan het grote publiek. Kwam als kleine jongen naar Nederland. Als ventje van zeven jaar oud. Klopt, hè? Ja. Kwam als kleine jongen naar Nederland. Als ventje van zeven jaar oud. Er wordt al direct hard gerepeteerd in het muziekkamertje van Anneke, want al over 5 dagen moet Rashid het nummer van binnen en buiten kennen. Als dat maar goed komt. Ik zeg gelijk ja. Waarom? Ik zit best vaak in de auto. Ik neem de single vanavond mee. Ik ga zorgen dat ik het maximale opslagcapaciteit van een cd benut, om daar het nummer elke keer te herhalen. In de auto en dan op repeat zetten. Dan zal het wel helemaal goed komen, denk ik. Met een traan, ik ben wat je ziet, want ik ben Rashid. Zeg nog eens een keer, even luisteren. Vooral dat woordje geniet, doe je verkeerd. Een Nederlands leer kwam dik voor elkaar. Dat gaat horen. Nee, niet smokkelen. Iedere artiest heeft wel iemand die hem heel nabij staat. En dat heeft Rashid ook gewoon nodig. Mijn man en ik gaan samen altijd met alle optredens mee van hem. We steunen hem in alles. Van als kleine jongen naar Nederland. En om de puntjes op de i te zetten gaat Rashid nog even langs zangpedagoge Mieke Werger, die ook Frans Bauer onder haar hoede heeft. Je hebt deze regels. Ja, goed luister. Ze waren bijvoorbeeld wat ik wist al gauw. Oké. Dat ik later artiest worden zou. Ja? Mieke, je hebt het nou 1 keer gehoord. Wat vind je van het nummer? Ja, ik vind het geweldig. Ja, ik vind het lekker makkelijk. Het kan blijven hangen bij de mensen. De liedjes waar ik nu nog steeds van geniet, ze waren een voorbeeld van tekst en taal. Nee, daar ben ik kwijt. Nou ja, Rashid moet nog wat aardig aan de bak, hè, Sima? Ja, dat denk ik ook. Volgende week ziet u hoe het verder gaat. Tot zover deze uitzending van Dichtbij Nederland. Vanavond om 10 uur op Radio 5 gaat Dichtbij Nederland door. Ja, voor het laatste nieuws kunt u natuurlijk terecht op onze website dichtbijnederland.nps.nl. Een hele fijne avond en heel graag tot morgen. Heel